Ja, hij moet natuurlijk ongelooflijk teleurgesteld zijn, maar ja, hij klonk een beetje gelaten, berustend. Ja, hij klonk. Het leek alsof hij een beetje vocht tegen zijn emoties. Wat niet zo heel erg gek is als je 7, 8 jaar hebt geprobeerd om president te worden. De eerste poging strandde bij de voorverkiezingen. De tweede poging strandde uiteindelijk op de verkiezingsavond. Zijn stem trilde af en toe en hij leek echt zijn best te doen. Nou ja, hij wilde graag het podium af. Daar kwam het op neer. En dat is ook natuurlijk heel erg begrijpelijk. Wat hierna komt is de overwinningsspeech van Obama. Die hebben we nog niet gezien. We hebben al wel deze foto gezien. Die is zojuist getwitterd door het Witte Huis. Joe Biden feliciteert Barack Obama. De vrouw van Biden feliciteert Michelle Obama. En eerder op de avond al verstuurde Obama een aantal tweets. 4 more years. Met een foto erbij en die daarna, we doen dit allemaal samen. Dat is hoe we campagne hebben gevoerd. En dat is ja, wat we zijn. Thank you, dankjewel. En dan BO erachter, wat betekent dat Obama deze tweet echt helemaal zelf heeft ingetikt.